Er is weer rust bij de werknemers van het overliggend waterschap Multipurpose Quarantaineproject, OWMCP. De werknemers waren geruime tijd ontevreden omdat de onderhandelingen met de regering over een nieuwe arbeidsovereenkomst niet op gang kwamen. Bondsvoorzitter Diana Dwarka zegt dat er afgelopen woensdag een akkoord is bereikt met de regering waarbij de lonen van de medewerkers zijn aangepast. Met dit principeakkoord, welke wordt verheven tot een akkoord, moet ik zeggen dus dat er toch wel significant tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de werknemers. Dan wel dat de koopkracht toch wel behoorlijk wordt ingelopen. De verloren koopkracht wordt behoorlijk ingelopen. Kun je misschien een percentage van bedrag aangeven? Nou, ik wil volstaan dat wij niet helemaal de verloren koopkracht hebben kunnen wegwerken. Maar we zijn toch wel tevreden. Ik praat over een aanmerkelijke verbetering van het herstel van dus de verloren koopkracht. Wij zijn ervan overtuigd dat je niet in één keer die grote inhaalslag kan maken. Maar ik denk dat, dat wij een goede en een grote stap in die richting hebben gedaan. Maar ook voor wat betreft dus de secundaire voorzieningen, die zijn aanmerkelijk verbeterd. Voor nu zijn de zaken ten aanzien van personeelsaangelegenheden opgelost. Echter zijn er nog zaken binnen het OWMCP waaraan gewerkt moet worden. Dat OWMCP op dit moment zit zonder een directeur en zonder een nieuw bestuur. Ook daarover zijn er afspraken gemaakt dat er binnen afzienbare tijd daarin moet worden voorzien. Een nieuwe directeur, aanstellen van een nieuwe directeur en een nieuwe raad voor het beheer van MCP, een nieuw bestuur. Dat is een voorwaarde om voor te gaan met het verder gezond maken van MCP, alles wat er bij komt kijken. Het heeft te maken natuurlijk met de staat waarin het pompgemaal van Wakai verkeert. Dit pompgemaal is toe aan een grote revisiebeurt. Voorbereidingen moeten worden getroffen om te kunnen waarborgen dat bij het komend seizoen de boeren onbevreesd en ongestoord zouden kunnen inzaaien en zouden kunnen rekenen op voldoende irrigatiewater. Zoals eerder ook in de publiciteit aangegeven, dat er van de vier pompen met heel veel inspanning, met kunst- en vliegwerk, wij in staat zijn om twee van de pompen nog in bedrijf te houden. Maar dat is een ongezonde situatie. We willen zo snel als mogelijk gaan naar rust in het bedrijf en een gezonde situatie. Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft aangegeven dat ze achter het akkoord staat. Dwarka hoopt dat de minister deze week nog het akkoord bekrachtigt.